toen Danny liet slapen. Ik heb een zieke lachbuik. Ik vind het een beetje eng als jij rijdt. Maar jij staat je een beetje aan. Nee, ik vind het gewoon eng. Laat mij eens eerst... Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Gisteren hebben wij een verjaardag gehad in de Superclub, want Amber en Michelle gaven een soort van verjaardag daar. Volgens mij waren ze niet echt jarig, hoop ik, want ik heb ze niet gefeliciteerd. Maar nee, trouwens, dat weet ik trouwens zeker. Ja, dat weet ik zeker. Maar goed. Hey. Iedereen is lekker brak, zit lekker op de bank. Nee, ben jij niet brak? Ik ben topfit, ik ben nooit fit geweest. Je lult. Ik ben boven. Wat? Ja, topfit. Nou goed, iedereen zit lekker te chillen op de bank. En het is nog echt een beetje een puinhoop. Alle glazen zijn gebruikt. Dus we moeten een beetje opruimen hier. Maar ik ben lekker aan het editen voor jullie. Dus ik ga eventjes door. En dan zien we straks wel wat we gaan doen. Ik ben bijna aan het huilen van het lachen, jongens. Heb je iets gevonden op internet? Ja, doe niet in een golfcar. Nee, doe niet in een golfcar. Nee, skateboard. Er zit op een skateboard. Oh, skateboard. Dit filmpje duurt 4 minuten. Kijk. Kijk, dit is zo vet. Kijk, toen Danny liet slapen. Ik heb een zieke lachbuik. Zo, de vaatwasser staat weer aan met glazen en ik ben al een beetje aan het opruimen. Maar iedereen is nu weg, behalve Ella. Ella is er nog wel. Alleen Ruben is weg, Willem is weg. Dus we hebben het huis voor ons alleen. Dus ik ga ook eventjes dit bedje opruimen. En dan is het eigenlijk wel weer een beetje schoon. Ik vind het altijd wel lekker om het huis een beetje opgeruimd te hebben. Dan helemaal, zeg maar, de keuken altijd. Dus ik ga ook even een doekje eroverheen halen straks. En dan is het weer spik en span. Jongens, check trouwens eventjes de plant. Holy shit. Het blad is uitgekomen. Hij is tering groot. Het blad is uitgekomen. Hij is echt fucking groot. Moet je kijken, joh. Helemaal mooi. Vergeleken met dit blad. Boom, 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 boom. Bim, bam, bam. Bim, bam, bam. Die, diem, doem, diem. Diem, diem, diem. Pst. Wij gaan naar beneden. Want wij gaan hier ergens in Amstelveen. Naar mijn mama. Jouw mama. En jouw mama heeft een zaak met allemaal meubels en allemaal dingetjes. En er staat een gouden aap. En ik ben fan van apen. Dus ik dacht, misschien is het leuk voor een huis. Dus we gaan gewoon eventjes langs. Kijken of er leuke spulletjes zijn. Nou jongens, ik heb nog gewoon een beetje aankleding nodig in huis. Maar kijk. Kijk dat aapje. Aapje vol met van die diamantjes op een stoeltje gezet. Ja, dit is top. Deze nemen we mee. Sowieso. Zo. Toch aapjes drie, mee hoor. Toch 3 tassen vol, hè. En een andere troon. En een andere troon. Ik laat jullie straks zien wat het allemaal is geworden. Maar het is leuk. Gewoon even wat extra inrichting. Want het was op een gegeven moment nog best wel leeg bij ons in huis. Dus het is wel gewoon chill dat we gewoon een beetje aankleding hebben. We hebben een soort van schaal voor kaarsen. Maar goed, ik laat het straks allemaal zien. Jij, komt de shoplog. De shoplog? Doe eens normaal, hé. Ja, maar ik denk... Oei, de aap. De aap? Ja, de aap is wel echt chill. Ik denk dat het gewoon een eyecatch van het huis wordt, de aap. Het is gewoon een chille aap. Gewoon een chille aap. Jongens, we zijn thuis en dit is dus het krukje en we gaan hem dus hier in het hoekje zetten. Maar ik denk wel leuk dat hij daar wel leuk staat. Ja, hij is echt leuk. En het is leuk dat hij, kijk, het is ook echt een aapje die een beetje bij, het is een stoere aap. Wat heeft hij in zijn hand? Wat is dit? Telefoon of zo? Nee, dat is toch die ding, oh god. Oh, ja, dat is niet zo stoer. Die MPD ding waarmee je luistert. En hij heeft zonnebril op en een DJ koptelefoon. Dus het is een beetje een soort van, een beetje Ruben, een DJ. Optroontje. Nee, dit staat best wel leuk eigenlijk. Kijk jongens. Hé, eerlijk, staat best wel leuk. Ja. Toch? Het is leuker dan ik had verwacht. Ja, hij is wel leuker met op dit kruisje. Wel, ik had het goed, ja. Hè. Kijk, we dachten eerst nog van, ja, oké, we doen hem gewoon los. We zetten hem gewoon los, meneer. Maar ik vind het toch wel echt heel veel leuker. Nee, maar nou, wat leuk! Wat zei je? Ook dat kleine krukje. Dan ja, dit is beter. We moeten nog even een naam geven aan de aap. Maar ik vind het wel een leuke voor jullie. Als jullie in de comments gewoon even een leuke naam bedenken, dan
gaan we de leukste kiezen, dus brand los. En als je toch bezig bent met commenten, doe dan ook eventjes op het abonneerknopje drukken. Dat is dat rode balkje, klik erop, dankjewel. Maar dat was niet alles, we hebben nog meer, want we hadden eerst deze. Dat hadden we volgens mij bij de HEMA gekocht of zo, dit blad. Maar het is een beetje een troep blad, dus. We hebben een nieuwe. Zet maar neer. Laat maar even zien wat het is. Ik moet maar echt niet de tafel schoonmaken. Ja, maar deze is wel echt veel mooier. Zo, we gaan weer voor. Oh ja. Hè? Ja, en kaarsen erbij gekocht. Maar dit is, het is net even wat mooier. Dus we hebben, waar zijn die dingetjes? Oh, ja, hier zijn de potten. Potten. Ja, ik heb hem al. Kijk. Zetten we die er zo bij en dan kunnen we daar een kaars in doen. Nou, helemaal leuk, joh. En een grote. Oh, zo, die is wow. Ik dacht eigenlijk dat dit de grote was eerst. Het is tijd, oh het is etenstijd. En daarom gaan wij nu de auto in. Wij gaan naar Oudekerk aan de Amstel. En we gaan daar eventjes eten. Yay! Ja, nee jongens, oh, we gaan eten, maar wij zijn alleen thuis, hè. En Ruben en Willem zijn weg, zoals ik al zei. Dus wij gaan gezellig met z'n tweetjes eten bij Hysa, mijn favoriete. Schreeuw jij? Goed, we gaan eten bij Hysa. Dat is mijn favoriete tentje in Oudekerk aan de Amstel. Dus we gaan er nu heen! Oh, wat lekker. Een Moscow Mule. Jongens, ik denk dat een Moscow Mule is een cocktail. Volgens mij zit er ginger ale in, gember, vodka. Dit is mijn favoriete cocktail. Ja, mijn ook voor jou. Ja, hè? Ik ben een echte influencer. Proost. Oh, jongens. Gambas piel piel. Dit is zo lekker, dit. Wij hebben net heerlijk gegeten en wilden eigenlijk nog een hoofdgerecht met een stuk vlees, alleen we zaten al helemaal vol. Ja, veel. Heb je lekker gegeten? Ja, altijd hier. Een hele goeie morgen! Kijk iemand omhoog. Maar goed, jongens, jeetje. Ik deed de gordijnen open van mijn kamer, ik kijk naar buiten. Het zonnetje schijnt, er is geen wind, dus... Wat ik vandaag ga doen, ik ga naar het strand, ik ga dat... Nee, in tegenstelling tot dat, ik ga binnen zitten in een studio. Want ik ga muziek maken samen met Damien, dat is een producer. Ik heb nog nooit eerder met hem samengewerkt, maar ik ken hem via. Dus we dachten, we gaan gewoon een keer de studio in, kijken of we iets vets kunnen maken. Alleen, het is vandaag totaal geen dag om in een studio te gaan zitten. Binnen, afgesloten van de zon. Maar goed jongens, je moet er wat voor over hebben, hè? Want muziek maken vind ik erg belangrijk. Maar ik ben daar om, het is ergens in De Lier volgens mij, dat is in de buurt van Den Haag in Rotterdam. En ik ben daar om 4:30 klaar, want hij moest om 4:30 weg. Dus om 4:30 schijnt de zon ook nog tegenwoordig, hè, met dat lekkere lange licht hier. Ik heb de aap trouwens veranderd, ik heb hem niet meer hier gezet, want ik belde mijn pa. En die heeft natuurlijk de inrichting hier gedaan. Ik zeg, hey, ik heb een nieuwe aap gekocht, lachen. Het zei hij, ja, leuk ding. Alleen er komt een gordijn hier nog te hangen. Wij hebben hier de gordijn al. En volgens mij heb ik dat echt al heel lang geleden gezegd. Oh, deze moet ook nog even weghalen. Dus steeds het luchtbed van Danny. Maar kijk, hier liggen de gordijnrails nog. En die moeten nog even ophangen. Hier komen zo helemaal gordijnen zo. En dus daar eentje en hier eentje. Maar we kunnen ze zelf niet echt ophangen, want we hebben nog geen boor. Maar de oom van Willem die kan dat wel. Alleen, dat moeten we eventjes gaan inplannen. Dus ik heb hem in plaats van hier, heb ik hem nu hier gezet. Naast de deur. En ik ben er nog steeds blij mee. Ik vind hem echt heel chill. Kijk, hij zit op de krukkie. Ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk. Weet je wat je doet? Jij weet wat je doet met mij. Als jij danst met mij. Als jij zoekt met mij. Oh. Ik ben weer terug in Amstelveen en ik ben net in de studio geweest. Maar ik heb er niet zo heel veel van gefilmd. Maar het ging ook niet heel lekker deze keer. Ik merkte dat ik gewoon echt inspiratieloos was. Want je moet natuurlijk teksten schrijven. En ik schrijf heel veel zelf. Eigenlijk bijna alles. En soms zit er een schrijver bij. Dan ga je samen zeg maar schrijven, maar ik was zo inspiratieloos. Dus het was gewoon, het werkte gewoon niet. Maar goed, soms is het niet anders en moet je gewoon genoegen nemen met dat het gewoon even niet lekker gaat. Kan gebeuren. Love is in the air. Afgeleidje. Oké. Hoe is dat? Ja, goed. Goed en slecht tegelijk. Dat. Het ging niet goed in de studio. Dat was slecht. Ja, ik had geen inspiratie, gewoon letterlijk niks. Maar goed, kan gebeuren. Zoals jullie weten hebben we een
zwaar weekend gehad. Ja, en maar... Ze doet zo, oh, ben zo moe, ik heb hoofdpijn. En wij zijn ondertussen weer sporten. Wij zijn lekker weer sporten, toen heb je op de bank gelegen. Maar kom even kijken hoe vind je erbij dit. Kom maar even. Het is ook gewoon een poepje, Vincent. Hey, goedemorgen. Hebben jullie gewoon mijn vlogcamera overgenomen, jongens? Willem, ben jij toch een goede vlogger? Ik zag het net terug, man. En een goede vlogger ook. Oh, jongens, gaan we loetje eten? Nee, we eten thuis. Ja, maar kijk, met de broodjes en de salade en ovenfrietjes. En stukjes vlees. Lekker jongens, lekker. Een hele goede morgen en vandaag is het echt fantastisch weer. Ruben die heeft me net wakker gemaakt, want hij ging naar de FOMO, maar die vroeg, wil je nog een broodje hebben? En hij zei, kom je bed uit. Het is nu volgens mij 10 uur, volgens mij. Maar hij zei, kom je bed uit, want het is hartstikke lekker weer en het is ook echt warm. Ik sta hier nu en het is gewoon warm. Niet normaal. Ruben heeft lekker een ontbijtje gehaald, kipfilet, avocado, dus dat is helemaal fantastisch. Hij zit hier, kijk eens even, hij zit gewoon hier. Kijk eens even, daar zit hij gewoon. Hey, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Oh. Wil je niet in het zonnetje zitten daar? Ja, maar hier heb je gewoon een tafeltje. Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is waar. Hey. Kijk eens jongens, de aap vermaakt zich nog prima hier op zijn kutkie. Helemaal mooi. Jullie moeten nog een naam bedenken, dus laat even weten in de comments. Zou leuk zijn. Maar jongens, het is inderdaad hartstikke lekker weer. Dus wel lekker vrolijk. Ja, dat is wel lekker vrolijk. En wat gaan we doen? We gaan een balletje slaan. We gaan weer golven! Kon jij het goed vorige keer? Ja. Nee, ik heb een app. Ik heb precies hoe ver je slaat. Ja, dat is dus heel erg leuk. Je hebt blijkbaar bij die golfbaan hier in Amstelveen heb je een app. Dan kun je dus zien hoe ver je bal is gekomen. En dat is wel leuk. Want bij die andere driving race, ja, kan je wel zien van, oh ja, ging wel goed. Maar dan weet je niet hoe ver die precies kwam. En nu kunnen we een wedstrijd. Dit is hartstikke leuk. Dit is hartstikke fantastisch. Dus let's go. Kijk, ik sta nu op plek 72. Maar eigenlijk is het helemaal niet mijn plek. Mijn plek is nummer 1. Die zit precies hierachter. Alleen er staan allemaal nog allemaal bouwmaterialen en zo. Dus voorlopig blijf ik nog lekker hier staan. En is lekker dicht bij de deur. Ja, die andere ook trouwens. Maar dan moet je nog helemaal zo door zo'n gang lopen. Oh jongens, wat vermoeiend allemaal, hè? Nee jongens. Ik zei laatst ook al dat ik eigenlijk zo blij ben met een parkeerplek. Gewoon, het is zo chill dat je gewoon beneden je auto staat. Dat het niet buiten staat. Want buiten is toch altijd een beetje, ja. En ik vind het toch niet zo nice als je de hele nacht buiten staat. Lekker mijn eigen plekje hier beneden. Hartstikke top! Ja, ik wist het niet jongens, maar blijkbaar had Ruben nog golfclubs liggen. Ja. In de berging. En dit zijn echt oldschool golfclubjes, hè? Ping, ja dat ken ik wel, ping. Ik weet wie er geweest, wie er zijn. Nee. Open. Oh echt? Jongens, leuk feitje. Ruben en ik hebben vroeger op golf gezeten. Hoe oud waren wij toen? Ja, jaartje of 10 of zo? 10, 11? Ik denk groep 8 nog wel hoor. Ja, groep 8. Ik denk dat we met 12, 11. Ja, het staat er gewoon op golf. Zondag. Zondag. Elke zondag om 10 uur, dat weet ik nog. Vrijdag hebben we een zomeravondcompetitie. Ja, met Nick en Jesse, hè? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, was wel lachen, maar ook weer een beetje, ik weet niet. Ik vond het leuk, maar ook niet zo leuk dat ik om 10 uur mijn nest uit wilde op zondag. Maar goed, ik ben daar gewoon niet zo goed in. Toen al niet, hè? Nee, maar jongens, let's go. Kijk jongens, je hebt hier dus een app, die ga ik nu downloaden. En er zitten waarschijnlijk chipjes in die ballen. En dan ga je dus hier slaan op de driving range. En dan kan je precies zien hoe ver je bal is gekomen. Hoeveel keer die is gestuiterd, dat soort dingen. Dus hoe snel, ik weet niet of er ook bij staat hoe snel die is. Dat zou vet zijn. Maar goed, Ruben is even ballen halen en dan gaan we rammen. Oké jongens, ik ga dus nu slaan en dan gaat Ruben de app filmen. Je kan dus precies zien waar je balletje komt. Oké, komt ie, hè? Kijk, en dan gaat hij. Kijk, en dan kan je dus op die apps precies zien waar je balletje heen rolt. Zo bij het hek. En dan staat op het einde staat er dus 101 hier. Meter. Ja. Ja, echt een leuke app. Goed hoor. En nu kun je een beetje testen hoe ver je slaat, hoe goed je doet. Dus wij proberen dat autootje wat daar staat te raken. Dat is ons goal. Nou Ruud, laat maar even zien. Een beetje afwijking. Het is heel raar. Als ik aan het golven ben, kan ik niet goed richten. Ik heb bijna even een rare afwijking en heet het naar rechts. Oké, nu dan, ja? Laat jij maar eens even zien. Oh, niet goed. Raakt die auto? Ja, hè? Oeh. Ik ben links ernaast. Oh, goed bal, lul. We zijn weer terug in Amstelveen na het golfen. Maar het is een of andere rare sportdag vandaag met Pasen. Want het is vandaag Pasen. Want nu gaan we richting de padelbaan. En gaan we met nog twee andere Mats en met Koen gaan we padellen. Dus goed dagje.
Water drinken, sporten, lekker bezig. Nou jongens, daar staan we weer. Wat zijn teams? Goiki, daar ben je weer. Ben je, ben je brak of niet? Goiki, we moeten wel echt goed zijn vandaag, dat weet je hè. Voel me zoeker uitzien. Oh, oké. Okay, ja. Nou jongens, eerst gegolfd, nu padellen, daar gaan we. Jongens, ik moet zeggen, het gaat fantastisch. Koen, hoe gaat het? Koen heeft het hartstikke zwaar. We hebben net 6-1 verloren. En net 6-0. Hey, is het misschien een... moeten we misschien wisselen van teams? Of gaan we het gewoon nog een keer proberen? Misschien maakt het leuker. Ja, ik weet niet. Nee, of we moeten het gewoon nog een keer proberen? Ja, we gaan voor revanche. Ja, we gaan voor revanche. Oké, okay, jongens, daar gaan we weer. Ik zeg gewoon concentratie in de bal het net sla jij. Doe jij het ook dit? Ja, maar dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Koen vindt dat niet leuk, hoor. Jawel, Koen vindt dat ook leuk. Koen vindt het lachen om bal in het net te slaan. Kijk eens even, ik heb even al mijn spullen gepakt, want ik ga lekker in Haarlem slapen. Want morgen ga ik eten met mijn ouders, voor Pasen natuurlijk gezellig. En in de avond ga ik richting Ella, dus ik heb heel veel mee allemaal. Let's go. Ik vind het een beetje eng als jij rijdt. Ja, maar jij staat je een beetje aan altijd. Nee, ik vind het gewoon eng. Je gaat ook zo hard hier. Ik ga 30. Maar goed. Ella en ik gaan eventjes lekker een ijsje halen. En Ella is in de auto van jouw papa. Mijn papa. Maar ja, ik vind het toch altijd een beetje spannend of zo. Een hele goede morgen. En ik ben hier aangekomen thuis. Goedemorgen, vrolijk Pasen. Ja, vrolijk Pasen. Want het is nog steeds Pasen. Het is tweede paasdag. Maar jongens, het is heel gek. Want Sput loopt hier nu nergens meer rond. Want ik kwam hier binnen en ik ging al gelijk een beetje kijken van... Hé, waar zit hij nou? Meestal lag hij hier op de stoel of... Ergens op de bank. Maar hij is weg. Helaas. Sputje. Oh. Niet over het begin. Kan hem niet vinden. Ik mis hem echt heel erg. Ja? Oh. Hey, ja. Daar ging een vogeltje. Oh, ja. Top. Kijk jongens. Ik ga niet te dichtbij komen. Maar mijn vader was net deze heg aan het maaien. En toen kijk. Snoeien. Heg aan het snoeien. En toen kwam hier een nestje tevoorschijn. Met allemaal hele kleine vogeltjes erin. Musjes. Oh. Maar kijk. Mijn vader was bang dat er andere vogeltjes bij kwamen, want hij lag best wel bloot op dat nestje. Dus hij heeft een soort van camouflage dingen voorgehangen. Maar het is goed, want we zagen een klein vogeltje daarheen vliegen, dus dat is goed. Kijk eens voor mijn auto, hè. Ik doe heel voorzichtig voor jouw wagentje, jongen. Nou jongens, twee mooie elektrische fietsjes. Want we gaan op de fiets naar het strand. Hey. Jongens, na een lange fietstocht. Zitten we? Zitten we eindelijk. Op een stoel. Wat lekker. Ik vind het wel lekker. Zonnetje erbij. Ik had het gevoel dat mijn fiets het niet deed. Maar dat deed het prima. Met je aanstelling? Ja, die van mij. Ik weet niet, af en toe, het was zo'n elektrische fiets. En af en toe gaat hij dan opeens heel hard. Dan gaat hij opeens verzacht. Ik weet niet hoor. Maar goed, we zitten. Heerlijk. Het is natuurlijk Pasen, dus we gaan paaseitjes zoeken. Ruben is warm. Ik heb er al één. We houden de traditie erin. Nou, vind ik ga je helpen. Help. Warm. Heel warm. Kijk. Hier. Hey! Katten. Waar had je die? Daar. Ja, het is lastig. Waar waren jullie dan? Kijk, wacht. Hier, ik denk dat hier in een potje zit. Is het warm voor jou, Finn? Al goed zo! Yay! Hey, hoeveel hebben ze? Er wordt allemaal bijgehouden, hè? Oh, zit hier nog goed in de buurt? Hier hoef je niet meer te zijn. Oh, wel nog. Ja, eentje ligt nog redelijk in de buurt. Beurt? Beurt. In de beurt. Links van je, ja. Maar, ja. Er zijn nog twee, hoeveel is het? Kom je daar nou? Neus! Die heb ik laten vallen. Auw. Tak in mijn oog. Maar dan heb je wel een paaseitje. Nee. Laat mij eerst. Nou, Pien, kom op. Ah, wacht, Pien, die zoek een ander wel. Oh, hier. Hier. Ja? Ja. Mooie plek. Ik zag hem ook al, maar ik deed het expres niet pakken. Want? Je bent niet gewend om te winnen? Nee, ik gun het Ruben ook. Oh ja, dat is ook een heel mooie paasgedachte. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. We hebben een hartstikke leuk weekend gehad met Pasen en alle andere leuke gekkigheid. Maar goed, ik ga hierbij de video afsluiten. Dus vond je het nou een leuke video? Laat een duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag om 6 uur terug bij een nieuwe video. Joejoe!